auto versnelt. En de start is gevallen. Paarden onderweg. Goeie start aan de binnenkant van Nicky Lauda. C. Dat hij hard kan beginnen wisten we. Want in de derby had hij ook meteen de kop. Maar nu niet. Want de leiding is nu voor Louis VS. De buitenkant komt drie dicht naar voren. op te vliegen met Lakota Trickster. Ook die wil de leiding wel graag hebben. Daarachter Nicky Lauda. En de man die de handen vol heeft aan Nicky Lauda. hangt er achter. Bas Krebas. Buitenkant naast hem gaat Carina Garisma. De favoriet hem nu voorbij. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijden. Lakota Trickster heeft daar overgenomen. Maar heel lang kan hij daar niet van genieten. Van die leidende positie. Want aan de buitenkant, Carina Charisma. Carina Charisma zet even aan en is moeiteloos de koploper voorbij. Mooie ruime stappen en 1 11, 2 is een vlotte opening in deze klasse. Leiding nu overgenomen door Carina Garisma. Daarachter Lakota-Trikster. Derde plaats daarachter is voor Louis V.S. Nicky Lauda wordt ingehouden. Lijkt wat problemen te hebben. Het zou best wel eens kunnen dat Bas hem heeft dichtgetrokken, zoals dat in de vaktermen heet. En Bas wil een valpartij op die plek heel graag vermijden. Ligt dus nu achter het veld. En de vierde plek wordt nu overgenomen door Maan. Vijfde plaats daarachter is voor Manza Nieuwpoort. En daar ligt nog Max Lady achter. Dat zijn de paarden die nog in de strijd zijn. En zo zijn de deelnemers in de rechterlijn voor de tribune. De leiding is daar in handen van Carina Charisma. De laatste keer had ze ook de kop. En toen liep ze in de laatste 500 meter heel makkelijk en ver weg bij het veld. De tweede tussentijd is 16-3. En zo gaan we met een eerste kilometer van 1,14, de laatste kilometer in. Carina Charisma, de eerste die naar het tweede spoor gaat, is maan. Max Lady gaat gelijk mee naar voren. Het gaatje binnendoor wordt alweer opgevuld door Mansa Nieuwpoort. En zo schuift het veld wat in elkaar. Gaan we de Zieturfbocht door. En de leiding is voor Karina Garisma Carina Charisma, Lakota Trickster, gaat al een half spoortje naar buiten. De vlieger geeft aanvallende intenties. Gaat hij dan ook voor Maan uit of blijft hij nog even wachten? Het laatste, hij blijft even wachten. En Maan gaat nu door naar plaats 2. Tempo is er wel een beetje uit. Carina Charisma gaat euh, lekker aan het bit, Maar niet meer zo hard als in die eerste 2,500 meters. Voor ondertussen komt eraan 19-8. En nu gaan we de laatste bocht in. zal het punt zijn waar Jeffrey Miras het dichttrekhoofdstel gaat trekken en de versnelling gaat plaatsen. Maar dan wacht hij nog even mee. We gaan de laatste bocht nu in. Carina Charisma. Lakota Trickster aan de buitenkant, Maan, Max Lady ligt er vlakbij... en aan de binnenkant daarachter Louis V.S. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Dit is het moment dat Miras denkt, nou kan het wel een keer... We gaan de laatste rechte lijn inkomen. Eens kijken of dat dichttrekhoofdstal ook nog dicht kan. hoor, ja, daar is het touwtje. En de propjes gaan er eerst uit. En de dichttrekhoofdstal is nog steeds open. Carina Charisma, die versnelt. Lakota Trickster wil het gaatje erachter graag hebben. Heeft het gaatje nu gevonden, maar dan is dat korte stukje waarschijnlijk net te kort. 12-9 de laatste 500 meter. Carina Charisma wint. Lakota Trickster is 2. En Maan is goede derde. 14-9 voor de winnaar.